En daar is die jongens, nummer 6. Alleen nog Piers en Ryan te gaan en dan richting de Pokémon League. Yo Nintendo fans, het is tijd om een nieuwe Pokémon te vangen. Gaat die in mijn team komen en wie is het? We gaan het zien. Ze zijn hier, hier om de hoek. Hier om de hoek zijn nieuwe Pokémon. Nog een klein stukje verder, maar hier zijn ze echt. Hier om de hoek. Het is een Gastrodon. Gastrodon dus. Een water- en een grondtype Pokémon. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. We hebben Diggersby. Dus ik weet niet of Gastrodon in het team moet. Vinden jullie dat Gastrodon in het team moet? Laat het weten in de reacties. En doe gelijk even blauw duimpje omhoog voor deze serie. En vergeet niet te abonneren als je meer wilt zien. Maar Gastrodon? Ja. Ja. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Voorzichtig. Oké, gelukkig. Ik was even in de war. Ik weet niet waarom ik bang was. Maar ik had een brain fart. Hij doet me best wel veel pijn trouwens hoor. Ik had niet verwacht dat hij me zoveel pijn zou doen. Ik ga hem gewoon vangen. Gastrodon. En als er iemand down gaat, dan hebben we in ieder geval een backup van volgens mij level 43 was die. Nice. Poppakee. Lekker. Maar laat het weten in de reacties. Moet Gastrodon erbij? En zo ja, voor wie? Want we hebben Diggersby die een level omhoog gaat. Dat is een ground-type Pokémon. En we hebben Rillaboom die ook een level omhoog gaat. Dus een water- en een grondtype. Ik wil wel zijn stats even bekijken. Speed is laag. Special defense is best wel hoog. Special attack ook. Attack ook. Het is best wel een oké Pokémon hoor. Zijn HP is ook best wel hoog. Ik vind hem wel interessant, moet ik zeggen. Maar ik ben wel gehecht aan het team wat ik nu heb, jongens. Want voor wie zou die dan weg moeten? Sowieso niet voor Rillaboom. Grimmsnarl ook niet. Heliolisk is ook episch. Persecutor is ook goed. Misschien in plaats van Slowpoke uiteindelijk. Daar zou die voor in de plek kunnen komen. Ik denk dat Slowpoke nu mijn zwakste Pokémon is, omdat hij nog niet geëvalueerd is. Maar hey, Slowpoke is mijn bro, jongen. We gaan niet zomaar Slowpoke weggooien. Volgens mij heeft zij een Pinchurchin. Klopt dat? Had jij een Pinchurchin? Oh nee, je hebt een Barracuda. Dat is een probleem. Dan heb ik de verkeerde Pokémon gekozen. Even wisselen hoor, naar Heliolisk. Oeh, hij gaat voor Crunch. Ja, dit is een sweeper, deze Pokémon. Dit zou best wel eens gevaarlijk kunnen worden, want mijn defense is nu naar beneden. Beter ben ik sneller. Barracuda doet Aqua Jet. Die is niet heel erg pijnlijk. Let's go for Parabolic Charge. En dan slopen we hem. Juist, kijk, hoppakee. Oeh, dit was toch even een risicootje. Barracuda is eng, omdat hij zo super snel is. Je hebt een Lantern. Ook al zo'n gevaarlijke Pokémon, hè? Ik denk ik doe dit even, deze battle, maar... Oké. Wij hebben natuurlijk ook een Chinchu gevangen. Dit is ook een Pokémon die wij ook in ons team hadden kunnen hebben. Maar ik heb hem niet getraind. Hij is denk ik level 22 of zo. Dus ja, dat gaat hem niet meer worden nu. Op dit punt in de game. Misschien maar beter ook, aangezien we hem makkelijk slopen. Nou, dat was in ieder geval geen Pinchurchin. Ik heb even mijn Pokémon geheeld. En tegen wie gaan we nu? Tegen Dancer Zoe. Ik vind Zoe echt een vette naam trouwens. Shoutout naar iedereen die Zoe heet. Een shoutout als jouw nichtje ook Zoe heet. Een shoutout als je moeder Zoe heet. Een shoutout naar Parabolic Charge. Die net deze Darumaka niet kapot maakt. En die nu voor Headbutt gaat. Vind ik allemaal niet leuk, hè? Kijk, nu krijg ik geen XP erbij. Nu krijg ik letterlijk 3 HP erbij, denk ik. 2 zelfs. 2 HP. Lekker. Wie heb je nog meer? Een Bellossum. Ik heb eigenlijk geen goede counters tegen gras. Ik heb geen Fire Pokémon. Geen IJs Pokémon. Ik heb geen Bug Pokémon. Ja, dat is wel een ding. Daar moeten we nog even wat op zien te vinden. Ik weet niet hoeveel gras-Pokémon we nog tegen gaan komen. Maar daar zouden we best wel eens moeite mee kunnen hebben. Maar ik heb natuurlijk wel altijd Persecutor als backup. Want gras is niet very effective op steel-type Pokémon. Dus ja, hoewel ik geen super effective moves heb, is dit toch wel oké. Heliolisk en Slowpoke hier gaan allebei een level 10 omhoog. Slowpoke wil heel Pulse leren. Maar hiermee heal ik zeg maar een ander. Dus dat is leuk in duo-battles, maar... Ja, voor de rest heb ik hier helemaal niks aan. Ik ga niet mijn tegenstander healen natuurlijk, hè. En dan komen nu de Team Yell Grunts. Die staan hier weer een beetje te ruzien. Laat die Dreadnought met rust. Die staat hier ook alleen maar te chillen, joh. Eigenlijk is dit wel mooi, deze battle. Want nu kunnen we Grimmsnarl gaan testen. Met Yelinoon. Heb je nou nog steeds geen Obstagoon? Kom op, man. Hier is mijn lelijke trollvee. Wie is er sneller? Hij is sneller. Hij doet Night Slash. Ja, dat doet echt nul damage. Oké. Ik moet niet overdrijven. Het doet... 7 damage? Ik doe Draining Kiss. Oh, die Linoon overleeft het met 1 HP'tje. Maar het hagelt hier toch of niet? Ja. Lekker voor je, Linoon. Zo, dit ging wel hard. Lekker bezig, Grimmsnarl. Hij gaat ook gelijk naar leveltje 44. En dan nu. Pangoraw. Dat kan je ook aan, vriend. Grimmsnarl is nu sneller en dat dacht ik al. Daarom doe ik Spirit Break, want die is nog sterker. Dikke doei.
What? Grimmsnarl, jongen. Grimmsnarl doet het lekker. En Berserker gaat ook naar level 45. Oh, dit gaat echt zo goed met het team. Ik ben benieuwd, jongens. Ik ben benieuwd of we deze Nuzlocke gaan halen. Oké, jullie gaan er weer vandoor, gasten. Oké, nou, mazzel, hè. Doei. Ren het right now. Kijk, en wij krijgen een fietsie. Een waterfietsie. We hadden natuurlijk al een fietsie. Maar nu kunnen we ook op het water. Ik denk dat ik nu Rillaboom even als eerste moet zetten. Nou, misschien kan Heliolisk dit ook wel aan. Laten we Heliolisk wat verder gaan trainen als we een wilde Pokémon tegenkomen. Kan ook gewoon iedereen negeren en gewoon lekker zo gaan fietsen. En zorgen dat ik niet geraakt word door die Mantines, Mantikes en Remoraids. Wacht even, hier is een Fighting Type trainer. Heb jij een Grablocked? Heb ik dat goed onthouden dat jij een Grablocked hebt? Ja. Grablocked vind ik wel sick hoor. Die kan ook heel verrassend uit de hoek komen namelijk. Let's go, wij gaan training kissen. Wij zijn in ieder geval sneller. Ze krijgen een klein beetje HP erbij. Meer dan de helft is kapot van zijn HP. Ja, wij kunnen iedere aanval wel overleven, toch? Oh, hij doet gewoon taunt. Oké, dan mag. Jij mag de hele dag taunt doen van mij. Ik vind het helemaal prima. Dan laat je mij gewoon jou aanvallen en dan krijg ik gewoon jouw XP. Zit ik net te vertellen dat een Grablock de goede Pokémon is, maar is de trainer waardeloos? Jongen. Let's go, volgende battle. Tegen Sock. Ik ben altijd bang voor Sock en Throw. Ik weet niet waarom. Soms doen die opeens gewoon een move en dan ben je in één keer gewoon dood. Kijk, hij gaat zichzelf nu al boosten, hè? Dit bedoel ik dus, hè? Dan is die Throw. Ze ben super sterk of zo. Nu doet hij een low sweepy. Kijk, dit bedoel ik, jongen. Kijk dan. Dit is niet eens super effective of zo. Maar kijk hoeveel damage dat doet, hè. Ik ben bijna de helft van mijn HP gelijk kwijt. Dat bedoel ik met Zalk, jongen. Ik vertrouw deze gasten niet. Zalk en Throw zijn niet te vertrouwen. Oh, heb je nog een Pokémon? Nee, je hebt toch ook niet nog een Throw? Oké, Slowpoke, let's go. Deze zijn niet te vertrouwen, jongens. Echt, Zalk en Throw zijn niet oké. Let's go, Psychic. Ik ben in ieder geval wel sneller. Dat doet minder dan de helft damage, hè. Dit bedoel ik. Hij doet nu een Vital Throw. Dat doet bijna niks gelukkig. En de Rocky Helmet maakt hem kapot. Oké, in de volgende beurt is hij kapot, jongens. Hij krijgt ook nog hagel op zijn bakkes. Ik heb gewoon slechte ervaringen hiermee. Net als met Clefable. Clefable vertrouw ik ook voor geen meter. En ik heb dat met Throw ook een beetje. Gelukkig. Hij is weg. En dat levert me wel veel XP op. En twee Pokémon die een level omhoog gaan. Ik heb het tenminste ergens voor gedaan, dit. Reese, ik hoop dat ik je nooit meer zie. Daarboven ligt nog een item. Die wil ik pakken. Laat me dit item pakken. Let's go. Die was nice. Max Revive. Daar heb je letterlijk niks aan in de Nuzlocke Challenge. Want als een Pokémon dood is, dan is die dood. En dan mag je hem toch al nooit meer gebruiken. Welke Pokémon heeft deze guy? Staat hij hier, jongen? In de sneeuw? Met zijn blote bast? Hij is helemaal gek. Deze guy spoort niet, jongen. Logan, je bent een gestoorde gek, jongen. Je hebt Wishiwashi. Volgens mij is dit een van de grootste Pokémon ooit. Een school Wishiwashi. Er zwemmen zelfs Wishiwashi's in zijn oog. Zag je dat? Kijk naar dat oog van Wishiwashi. Daar zit zelfs een kleine Wishiwashi in. Like, what? Hoe dan? Oh, hij gaat even onder de grond, hoor. Even switchen. Ik ga even Rillaboom die klap laten opvangen. Ik weet niet wat Wishiwashi kan en doet. Maar doe maar even dive op Rillaboom. Nu, Razor Leaf. Finish him. And he's gone. Nu een Wailord. Wailord. Hij houdt echt van grote Pokémon, jongen. Hij heeft gewoon twee van de grootste Pokémon ever in de Pokémon geschiedenis. Behalve dan de Legendary Pokémon. Deze zijn super huge. Maar ja, Wailord is een noob. Noob-lord. Noob-lord is down. Bye-bye, Noob-lord. Rust in vrede. En we kunnen weer verder. Bonjour, madame. Tu t'appelles comment? En die heeft een Toxapexie. Vette Pokémon. Een Pokémon van een Poison and Water type. Super nice. En hij gaat nu Baneful Bunker doen. Volgens mij betekent dat het als ik hem nu met een normal attack raak, dat ik dan poisoned raak. Dacht ik. Maar hij kan het ook fout hebben. Ja, hij blijft doorgaan. Als ik hem nu aanraak inderdaad, dan word ik poisoned. Dus ja, we kunnen dit de hele dag blijven doen. Ik kan jou niet raken op deze manier. Ik ga je ook niet aanraken, want ik doe een special attack. Kijk, oké, nu is hij gefaald. Hoppakee, let's go, Toxapexie. Bye bye. Lekker bezig, Heliolisk. Full HP, alles. Wat een team. Dit is een te goed team, denk ik, voor deze Nuzlocke Challenge. Want ik heb een te goed team bij elkaar. Even kijken of we nu op een nieuwe route komen of dat dit nog steeds route 9 is. Ja, het is nog steeds route 9. Dus ik mag hier officieel niemand vangen. Geen Burgmites en geen... Wow, geen Jellysense. Holy crappies. En geen Marinis. Helemaal niemand. Beetje jammer. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal. Maar wat we hier wel hebben, net voor Spike Muff City, is een Marnie Battle. Yay, Marnie. En hiervoor heb ik Grimmsnarl getraind, jongens. Even zijn Draining Kiss weer aanvullen. En dan gaan we, Marnie.
Let's battle. Marnie wordt natuurlijk weer aangemoedigd door haar fans. Maar hiervoor heb ik een Fairy-type Pokémon om te battelen tegen Dark-type Pokémon. En Marnie begint met een Leopard. Oeh, en Marnie begint met Fake Out. Oké. Dan kan ik niks doen. Oh jee, nasty plot. Nee. Nou ja, oké, weet je wat? Doe maar ook. Ik denk dat ik je in één keer kapot maak. Ja joh, geen probleem, full HP. Ik dacht even dat dit Destiny Bond was. En Destiny Bond is heel vervelend in de Nuzlocke. Als een Pokémon Destiny Bond doet op jou, dan heb je kans dat als jij hem verslaat, jij zelf ook doodgaat. Ongeacht hoe goed je battelt, kan je op die manier gewoon een Pokémon kwijtraken. Dat is echt huilen, jongen, als dat gebeurt. Heliodes gaan naar level 46, voorlopig geen Pokémon down. Dan hebben we nu Toxicroak. En die is gevaarlijk, want die is ook een Poison type. Een Poison, dat kan mijn Grimmsnarl wel nakken. Ik denk dat ik Heliodes even gaan inzetten. We gaan soort van even voor safe, hopelijk. Dit is een hele nare Pokémon tegen de battle, want hij heeft ook nog soms een fighting type move en dat is Revenge. Dus ik hoop een beetje dat hij die niet gaat gebruiken nu. Hij gebruikt Swagger. Ik vind dit gevaarlijk, jongens. Ik ging toch maar even Diggersby proberen dan. Ik weet het niet meer. Ik vind dit gevaarlijk, jongens. Ik ben een beetje bang. Hij doet nu gelukkig Poison Jab. Dat is helemaal prima. Ik ga even onder de grond. Even kijken welke moves hij nog meer heeft. Hij heeft Swagger. Hij heeft Poison Jab. Hij gaat nu weer Swagger proberen. Lekker bezig, Marnie. Dat doe je goed. Dan doen wij nu Dick. Die is super effective. En Toxicroak is weg. Lekker. Toxicroak was een gevaar, jongens. Enge Pokémon ook. Enge Pokémon. Slowpoke gaat een level omhoog. Die kon ik ook niet gebruiken. Omdat hij misschien dus ook nog Dark-type moves kent. Dus ja, dit was wel een ding. Nu Scrafty. Nou, Scrafty moet echt geen probleem zijn voor Grimmsnarl. Die is 4 keer super effective tegen Scrafty. Dus dit moet wel goed komen. Pak hem! Geef hem maar een liefdevol kusje. Hij doet Brick Break. Sterke aanval, maar not very effective. Oh, je gaat healen. Oké. Dan hoop ik dat je hem net niet helemaal hield. Ah, dat doe je wel. Anders was hij al down. Ik blijf zoenen, jongen. Dit is gewoon een zoen-Pokémon. Deze Pokémon houdt van kussen. Zo'n lelijke troll is dit. En hij wil alleen maar zoenen. Dat is te grappig eigenlijk. En dan Morpeko. En dat is de laatste Pokémon van Marnie. En die kunnen we ook hebben, jongens. Maar Marnie zegt, ik heb hier nog een speciale move. Die heb ik voor het laatst bewaard. Is dat Spark? Is Spark jouw speciale move? Het is wel speciaal dat die critical is. En dat ik nu paralyzed ben. Oh, oké, dit is wel naar. Weet je wat? Ik ga even switchen naar Rillaboom. Als je het dan zo wil spelen, Marnie, dan kan je het krijgen ook. Brick Break! Hoppakee! Bye bye, Morpeko! We kunnen door naar Pierce, jongens. Voor de 7e badge. Persiker gaat nog even een leveltje omhoog. Maar we hebben deze Marnie verslagen. En badge nummer 7 ligt binnen handbereik. Doe een duimpje omhoog voor deze video. Vergeet niet te abonneren als je iedere dag Nintendo video's wil zien. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickettune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!